Vianen. Anderlecht jaagt erg vroeg op de bal. Al over de middenlijn meteen vastzitten. Maar dat lukt niet helemaal. Huffel vrij. Achtervolgd door Gillet. Ja, draait daar goed weg. Van drie man van Anderlecht. Stijn de Smet. De schacht tussen twee man. Maar de bal komt nog voor via Boy. Bijna de eerste kans. Of komt hij er helemaal? Ja, een doelpunt zelfs. Van Oleg Jakchuk tegen zijn oude ploeg. We zijn nog geen anderhalve minuut bezig. 1 minuut en 3 seconden om precies te zijn. En Anderlecht kan hem meteen gaan achtervolgen. Glenn de Boek, ook al ex-Anderlecht natuurlijk. Die is hier een reunie. Maar ze draait voorlopig uit in het voordeel van Cercle. Het was een degelijk uitgespeelde goal. De schacht daar tussen twee man. Voorzet Boy. En uiteindelijk dan zeer rustig door wie anders dan Oleg Jakchuk. Hij maakt zijn 8e doelpunt van het seizoen. Dat is 1 meer dan de Sutter bij Cercle wel te verstaan. Sergeant tegen Gillet. Krijgt hem toch voor. Serebrennikov en Jakchuk. Doet iets raars. Maar hij kan voetballen. Kijk eens aan. Allemaal in het hoekje. Maar verliest wel de bal aan Châtel die op zit. De Sutter. De Sutter ook knalhard op verbist. Goed schot hoor van Tom de Sutter uit de moeilijke hoek. Polak, Châtel. Maar Cercle doet het erg goed in het vastzetten van Anderlecht. Maar dit is een dubbel paas, wou ik zeggen. Een schot van Hrnić. Ja, niet zo slecht hoor. Châtel ziet Polak en die draait hem daar rond. De verdediging. Boussoufa moet koppen. Ja, het was niet makkelijk om te behandelen. Maar een rare paas van Polak, of het de bedoeling was of niet. Doet er weinig toe, maar plots ruimte voor de slim lopende Marek Boussoufa. Polak vraagt met ruimte. Ja, weer zo'n wat rare bal, maar hij komt wel tot bij Tom de Sutter. Die een paas naar zichzelf geeft. Boussoufa met links. Moeilijk. Kan die bal niet laag houden, maar wel druk van Anderlecht. We zijn 16 minuten onderweg. Cercle doet het goed en slim. Anderlecht, ja, wat halve kantjes. Die dan ook gemist worden, zoals hier. Châtel tegen Nioni. Draait perfect weg. Gillet altijd op snelheid en veel lopend. Gillet gaat alleen. Gillet, ze mogen hem niet aanraken. Gillet. Nog één tikje even van Dennis Vianen. Verhindert dat doelpunt. Ja, Anderlecht. Ondertussen toch vrij goed bezig. Bijna halverwege de eerste helft. Kijk. De snelheid van Gillet. Maar nog even dat voetje van Dennis Vianen. Dat redt Cercle Brugge. Cercle nog altijd voor. Maar Anderlecht nu toch kans op kans. Tweede hoekschop voor Anderlecht. Châtel. Janouk komt mee verdedigen. Verbist. Kopstoot van Tom de Sutter was dat. Boven Canoe toch nog uit. En Bram Verbist met een zeer sterke redding. Schot van Hrnić. Ja, dit noemen ze druk. Pressie van Anderlecht. Nog even die kopstoot boven Canoe. Komt Tom de Sutter. Maar Bram Verbist, ja. Met één handje ertegen. Goed gedaan van Bram Verbist. Boussoufa. Polak. Polak draait hij goed. En daar is Gillet met de verdiende gelijkmaker. 8e goal van het seizoen. Het moest ervan komen. Verbist daarnet nog met de redding. Nu een vogel voor de kat. Guillaume Gillet. Alleen topschutter bij Anderlecht. Hij komt altijd in de 16, zeggen we dan. En het is nog waar ook. De voorzet mag er ook zijn hoor, van Jan Polak. En dan Nioni achter de man. Kan geen echt verdedigend werk leveren, want portier staat er een eind voor. 1-1 na 23 minuten. En zeer verdiend voor Paars-Wit. Châtel, Hrnić. Gillet, bal goed verlengd tot bij de schacht. Bij Cercle lopen ze allemaal achteruit. De Sutter kan dan toch nog koppen. Anderlecht ruim de baas, Cercle. Zeer degelijk en fris in de eerste 10 minuten. Maar dan al Anderlecht wat de klok sloeg. De Sutter een paar kansen, maar geen goal. We gaan hoe dan ook rusten met 1 tegen 1. Jakchuk, dat is gevaarlijk. Sergeant, nee, toch sergeant. En dan is het Gillet.
Cercle komt er niet meer uit. Of zeer moeizaam. Felle bal tot bij Boussoufa. Maar die houdt de bal binnen met Boy voor de neus. Boy wijkt. Wijkt soms iets te veel. De linker dan van Boussoufa. Daar is Châtel. Ja, ik kan geen kracht zetten. Was al voor de bal gekomen. Maar alweer een mogelijkheid voor Anderlecht. De enige ploeg die nog kansen vergaart. Natsjouk. Tikje, Buffel. Nioni, ja, ze combineren altijd bij Cercle Brugge. Nu moet die trap komen van Stijn de Smet. Dat is hard hoor. Op Schollen en binnen. Weer Oleg Jarchuk. En weer brengt hij zijn handen voor zijn gelaat. Anderlecht zoveel mogelijkheden. Maar het staat 1-2 achter. Ja, ja. Eerst was er balverlies er niks. Dat zien we niet meer dan de Smet met alle ruimte. Die bal wordt nog even aangeraakt, denk ik. Schollen kan hem niet klemmen. Verandert die even van richting of niet. Hoe dan ook. Schollen lost. Royaal en Jacek duwt hem binnen. Die kans laat hij niet liggen. Nee, die bal wordt niet aangeraakt. Maar er zat wel ruim effect op van Stijn de Smet. En dan Jacek makkelijk binnen. Boussoufa neemt die bal goed aan. Met Vianen in de nek. En dan de voorzet. Daar is alweer Tom de Sutter. Maar de bal wil niet tegen de netten. Zelfs niet tussen de palen. Wissel bij Cercle Brugge. Stijn de Smet niet helemaal met zijn zin. Al laat hij dat niet altijd blijken, maar nu wel heb ik de indruk. En zijn vervanger is Onur Gombami. Boussoufa. Goeie bal tot bij Lossada met links. De Sutter, ja. Voor de eerste paal. Deed dat niet slecht, was moeilijk. Nog 16 minuten. 14 minuten voor tijd. Nog een wissel bij Anderlecht om nog meer druk te zetten. Geen Vroetels, maar wel Boulikin voor verdediger Bernardes. Boussoufa. Valt. Zoekt naar de overtreding. En hier is Bilja. Bal moet voor. De Sutter. Bal valt over. Het blijft 1-2 na 89 minuten. Er gaan al mensen naar huis. Boulikin. Gillet, goed naar buiten, naar Boussoufa. Die bal moet in de 16 komen. Doet het met links. Met de hand afgeblokt door Boy. Maar we spelen nog altijd. Ook Nioni, maar Boudouks ziet niks of kan niks zien. En het publiek maakt zich boos. Ik denk ten onrechte. Hier nog eens. Tja, dat kun je niet zien op deze herhaling, zeker niet. Biglia. Zerebrennikov. De laatste seconde tikken weg. En zijn nu weggetikt. Anderlecht gestreden tot de laatste minuut. Maar de grote triomfator is Glenn de Boek. Bram Verbist. De man van de match misschien wel met Oleg Jarchuk. En kijk eens hier. Feest. Het is niet geheel volgens de gang van het spel.